Ik ben 17 en 18 december te vinden op het Einder Piekfestijn. En ja, daar ben ik wel blij mee. Om eens een keer te laten kijken wat ik maak. Ja, wie is Anton Pieck? Voor mij de beste tekenaar die er ooit geweest is. Wat hij allemaal ontworpen heeft, geweldig. Nou, zoveel getekend, geschilderd, etsen gemaakt, houtsneden. En dan de Efteling natuurlijk. Ja, het Sprookjesbos ontworpen, daar heeft hij, ik geloof, 1500 tekeningen voor gemaakt. Geweldig. Ja, als je door het park daar loopt, wat is nou die handtekening van Anton Pieck? Waar herken je aan dat hij daar verantwoordelijk voor is? Ja, specifiek aan de scheve muurtjes, het stukwerk, de kleuren natuurlijk, het rood, het blauw en het gele wat erin zit. Ja, daar herken je Pieck aan. Ik waardeer Anton Pieck heel erg. Het is zelfs zo ver gegaan dat ik er mijn hobby van gemaakt heb. Ja, ik maak allemaal dingen na van de Efteling, vooral de Efteling. Kasten, groot kapje, de heks, de klokken, ja, noem maar op. Wat ik leuk vind. Waar ben je op dit moment mee bezig? De oven van Hans en Grietje. Ja, dat is ook weer even werk. Ik moet het allemaal 's avonds doen, na mijn werktijd. En waar maak je dat van? Van perschuim. En er komt later epoxyhars overheen, dat het ook buiten kan blijven staan. Het moet ook een beetje weersbestendig zijn. Ja, op het Einder Piekfestijn, 17 en 18 december, daar zal ik een hoekje inrichten met spullen van Roodkapje. Dat de mensen kunnen zien wat ik maak. Ik neem ook wat paddenstoelen mee en de klok en het tafeltje. Probeer het een beetje leuk in te richten.